Lekker hoog tempo van, van wedstrijden, wat jullie ook graag hebben, uiteraard. Wat neem je mee van de wedstrijd van Ajax naar, naar morgenavond tegen Fortuna? Nou, wat ik ook al naar de wedstrijd heb gezegd, is dat we, dat heb je ook zondag kunnen zien tegen een ploeg als Ajax, dat we, dat we goed mee kunnen komen in heel veel facetten, in heel veel momenten. Um, dat het ook nog beter moet, wil je, wil je echt uh, ook tegen, uh, tegen een topclub, in dit geval Ajax, uh, ja, het verschil kunnen maken. Maar dat zit heel dicht bij elkaar. En ja, die bevestiging heb je, heb je gezien, niet alleen in de uitslag, maar ook zeker in de manier hoe we zondag gespeeld hebben. En daarmee zeg ik ook gelijk van dat wij tevreden zijn met, uh, met de manier van spelen zoals we dat uh, uiteindelijk gekozen hebben. Uh, dat we daar heel veel mee hebben bereikt. Op een manier die denk ik bij ons allemaal past. Uh, wat de supporters graag zien. En ja, dat moet centraal staan en ook in dit geval uh, naar de wedstrijd van morgen. Morgen speel je tegen, tegen Fortuna, dus de koploper in de Jupiler League. Um, we hebben ze gezien, ik heb ze zelf gezien. We zijn, uh, we zijn goed voorbereid. Het is, een, het is een goed elftal. Een echt team hè, wat, uh, wat, 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 wat heel erg op elkaar is ingespeeld, wat speelt om te winnen. Een goede winnaarsmentaliteit ook. Uh, ja, goede kwaliteit voorin. En, en verdedigend geven ze ook heel weinig weg. Dus uh, fysiek ook nog sterk. Dus ja, geduchte tegenstander om uh, uiteindelijk de volgende ronde te halen. En dat is ons doel. Ja, goed voorbereid. Uh, zelfs nog even penalties op de training? Ja, dat, dat vroegen die jongens zelf. Dus uh, dat hoort. Dus op de een of andere manier is dat uh, het gekke in het voetbal. Als je voor de beker dan, uh, dan wil iedereen een penalty nemen. Nou, mooi dat ze dat zelf willen. Waarom dan? Dat ze dat graag zelf willen? Nou, omdat je weet toch, als het gelijk is, dan wordt het beslist door strafschoppen. Maar dus... ik bedoel, is dat een beetje ook dat ze even zelf, ja, zelfvertrouwen creëren? Dat is, dat, ik, dat is iets wat in het voetbal ontstaat. En uh, ja, daar kun je. Uh, ik moet je niet te zwaar aan tillen. Ik, uh, ik vind het goed om te kijken wie, uh, wie, wie zijn zekerheidjes, wie zijn vast daarin. We hebben een hele goede penalty nemen met Ali natuurlijk, die uh, elke bal uh, tot nu toe binnen schiet. Dan moet je dan weer af gaan kloppen, want. Uh, en dat is de grote verzoeken, zeggen ze dan. Maar nee, dat komt uit die gasten. En, uh, leuk. Gaat er nog wat veranderen qua opstelling, qua systeem? Nou, Ik moet kijken hoe. Het uh, is natuurlijk een, een, een zware week met zondag, woensdag, zaterdag. Waarin, uh, waarin je gewoon echt. En ja, gelukkig heb ik iedereen fit. Hè, tenminste uh, fysiek in orde om, uh, om, om deze wedstrijden te spelen in dit, uh, in dit tempo. Maar je moet kijken naar de frisheid. En ja, dat ga ik morgen doen om, om uiteindelijk die, uh, die opstelling te geven. Feit is dat we een manier van spelen hebben waarin, we, waarin ik keuze heb voor meerdere jongens. Omdat ik vind dat steeds meer gasten gaan aanhaken bij hetgeen wat we graag willen. En nogmaals, morgen zullen we kijken in de cyclus van wedstrijden hoe we, hoe we er echt voor staan. Ja, daar lijkt je nu nog niks over lastig. Nee, omdat ik het niet. Uh, de jongens weten het ook nog niet. En ik ook. Ik, ik heb wel een idee. Maar wat ik zeg, ik wil kijken hoe de, hoe de frisheid is. Want dat is nodig om een ploeg als Fortuna die, die ik net beschrijf uh, te, te pakken.